Geen salderingsregeling, wel een salderingsregeling. Politiek Den Haag is het er voorlopig even over eens. De salderingsregeling, die blijft. Maar wat betekent dit nou precies voor jou als je zonnepanelen wil aanschaffen? Ik leg het je even uit. Eerst even terug naar de basis. Want wat is salderen nou eigenlijk? Als je zonnepanelen hebt, dan wek je eigen zonne-energie op, waarmee je bespaart op je energierekening. Het is dus voordelig voor je portemonnee en daarnaast is het ook nog eens een hele duurzame keuze. Alle stroom die je niet direct verbruikt, gaat naar het elektriciteitsnet. En dat mag jij wegstrepen tegen de stroom die je op een ander moment gebruikt, zolang dit op jaarbasis gelijk is. Maar wek je dan meer stroom op dan je verbruikt, dan krijg je over die extra opgewekte stroom een terugleververgoeding. Oké, even een klein voorbeeldje. Je zonnepanelen hebben dit jaar 4000 kilowattuur opgewekt en jij hebt 3700 kilowattuur verbruikt. Nou, die 3700 kilowattuur heb je dus gesaldeerd. En over de overige 300 krijg je een terugleververgoeding aan het einde van het jaar. En het kan natuurlijk ook zo zijn dat je meer hebt verbruikt dan je hebt opgewekt. Dan moet je bij de eindafrekening juist bijbetalen. Maar ondanks dat blijft zonnepanelen hebben een stuk voordeliger dan geen zonnepanelen hebben op je dak. Nou, bij Coolblue hebben we een team adviseurs die je vrijblijvend kunnen vertellen wat je in totaal bespaart en verdient. Ik zal een link achterlaten in de beschrijving van deze video, dan kun jij contact met ze opnemen. Conclusie: dat salderen blijft, maakt zonnepanelen of een eigen zonnedak hebben voor jou een stuk voordeliger. Het geeft je namelijk zekerheid dat je energie en geld bespaart en dat de terugverdientijd kort blijft. Dat betekent dat je investering dus snel weer terugverdiend is. Dit was even een korte uitleg, zodat je weet waar we het over hebben als we praten over de salderingsregeling. Mijn collega Marijn die heeft een uitgebreid artikel geschreven waarin ze nog dieper op alles ingaat en je nog meer tips geeft. Ook die link staat in de beschrijving van deze video. Heb je verder nog vragen voor me? Laat het even weten in de comments. En voor nu, tot de volgende. Doei!